Goedenavond in Christusbeminden. Vanavond gaan wij verder met de bespreking van de liturgie van het heilig misoffer. Wij zijn bijna aan het hartstuk van het misoffer aangekomen, namelijk de consecratie. Vandaag beginnen wij met de bespreking van de kanon voor de consecratie. Wij zullen drie gebeden overwegen, namelijk het Te Igitur, het memento van de levenden en het communicantus. Starten we eerst met de verering van het Allerheiligste. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij een anderen de schuld vergeven, en leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. In Christus beminden. In de Heilige Schrift lezen wij dat onze Heiland tijdens zijn doodstrijd in de Hof van Olijven, als voorbereiding op zijn lijden, driemaal een gebed tot zijn hemelse Vader gericht heeft. De Heilige Mis is de hernieuwing van Jezus' offer, de herbeleving van Jezus' lijden. De Heilige Kerk richt zich daarom na het Sanctus in een drievoudig gebed tot God de Vader, als voorbereiding op de consecratie, het moment van de vernieuwing van het kruisoffer. Werpen we eerst een blik op het gebed Te Igitur. Neemt u gerust uw missaal ter hand, zodat u de tekst beter voor ogen hebt. Het gebed Te Igitur begint met de letter T. Omdat de vorm van deze letter T op een kruis gelijkt, werd in de middeleeuwse missalen deze letter T tot een kruis vergroot en uiteindelijk op een apart blad links van de kanon geplaatst. Deze letter T, dit kruisbeeld, werd met allerlei versieringen verfraaid. Daarmee stelt de kerk ons nog eens het dogma voor ogen dat de Heilige Mis niets anders is dan het kruisoffer zelf. Bij dit gebed verheft de priester eerst zijn ogen tot het kruisbeeld. Hij strekt zijn armen in de lucht om zich daarna diep te buigen. Al deze gebaren drukken de dringelijkheid van het gebed, alsmede ook de nederigheid uit welke het celebrant dient te bezitten, alvorens hij dit offer zal voltrekken. De priester kust ook het altaar om zijn vereniging en zijn vriendschap met Christus aan te tonen. Ook in deze kus kan men de kus van Judas Iscariot in de Hof van Olijven herkennen en de priester verricht deze kus als eerherstel voor deze zonde van Judas. De woorden Te Igitur betekenen u derhalve. Dit gebed richt zich net als de voorgaande prefatie tot de Allerhoogste, welke wij uitzonderlijk vertrouwelijk aanspreken, namelijk als milde Vader. Opvallend is bij dit gebed dat wij in tegenstelling tot bij andere gebeden onmiddellijk de naam Jezus aanroepen, onmiddellijk de eigenlijke gebruikelijke formule ter afsluiting van de gebeden gebruiken. En dit direct in het begin. Wij zeggen onmiddellijk in het begin van het gebed Te Igitur per Christum Dominum Nostrum. En dat heeft een reden. De liturgisten zeggen dat de priester zich achter de eeuwige hoge priester wil verschuilen, om zo zeker te zijn dat onze gebeden van de kanon welgevallig zullen opgenomen worden. Het per Christum Dominum Nostrum
Bij het begin van de kanon, zo zegt de heilige Augustinus, is als een triomfwagen welke onze smeekbedes tot bij de goddelijke troon brengt. Zij zullen zeker verhoring vinden. De herhaling van de werkwoorden die op deze woorden volgen, namelijk rogamus, acpetimus, drukken nog eens de dringelijkheid en de noodzakelijkheid uit van de verlossing van onze zondenlast. Deze woorden, rogamus, acpetimus, zijn een soort van epiclese. Dat is de vraag om aanname en verandering van brood en wijn. Nu, daarop volgend, volgen drie omschrijvingen van de offerelementen. Hekdona, hekmunera, hek sancta sacrificia illibata. Hoe valt deze driedubbele herhaling te verklaren? Wel, toen in de 13e eeuw de offergang nog in bruik was, de offergang in welke de gelovigen allerlei goederen naar het altaar brachten, werden deze ook op twee tafels naast het altaar geplaatst, waaruit later de zijaltaren zijn gegroeid. Op deze zijaltaren werden de overbodige offergaven van de gelovigen neergelegd. De eerste twee Latijnse woorden, dona ac munera, gaan niet over de geheiligde gaven die op het altaar worden gelegd, die worden de heilige vlekkeloze offeranden genoemd, maar op de andere gaven die niet nodig waren bij het offer. Paus Innocentius III ziet echter in deze drievoudige benaming ook een soort van crescendo. Het Latijnse begrip dona zou betekenen algemene gave, vrije gift. Munera echter drukt reeds een schuldige gave uit, een soort van belasting. Sacrificia echter drukt uit wat wij God verschuldigd zijn als onze schepper, de heerser van het universum. Daar de heilige mis, het offer is van de kerk, moeten de vruchten van dit offer allereerst op de kerk zelf neerdalen. En daarom is het passend en vertederend ook, zo zegt de heilige Augustinus opnieuw, dat wij God eraan herinneren dat het zijn kerk is. De kerk is het object van zijn liefde en van zijn zorg. Zij is de bruid van Christus. En we vragen in dit gebed de Ijetur allereerst vier goederen voor de kerk. Namelijk vrede, bescherming, eenheid, maar ook leiding. Vrede en bescherming tegenover innerlijke en uiterlijke vijanden, want beide zijn er. Wij vragen bescherming tegen deze vijanden, opdat de kerk in rust voor de zielen kan zorgen. Dit is steeds de beste toestand om een klein plantje te doen groeien. Vrede. Wij bidden ook om eenheid, vooral in geloof en liefde. Alle gelovigen moeten verbonden zijn in het ene ware geloof en in oprechte naastenliefde. Geen sentimentele liefde, maar liefde ook in staat van genade, vriendschap met God. En bidden we hier ook mijn dierbaren steeds bij dit moment in het Ijetur dat de kerk zich distanceert van een ecumenisme dat enkel maar op een natuurlijke liefde gebaseerd is en niet op een bovennatuurlijk geloof en een leven in de genade. Ten slotte bidden wij voor de kerk ook om het vierde goed van de leiding, dat de Heilige Geest de kerk mag besturen. Wij moeten dus bidden om goede herders. Vaak draagt men een klacht in de mond over de herders. Wel zo, hier kan men voor hen bidden. Dat de naam van de paus wordt genoemd, is normaal. Hij is de opperherder. En de smeekbede voor de paus in de kanon komt reeds voort uit apostolische tijden. Christus zelf, onze heiland,
Gods Zoon heeft namelijk tijdens de eerste heilige mis, het laatste avondmaal, voor de heilige Petrus gebeden. Christus bad dat Petrus zijn geloof niet zou wankelen. Bij de vernoeming van de naam van de paus maakt de priester een hoofdbuiging als teken van eerbied. Hij is de plaatsvervanger van Christus op aarde. Na de paus wordt ook de plaatselijke bisschop genoemd, omdat ook hij een opvolger is van de apostelen. Ten slotte vermeldt de priester ook de rechtgelovigen, in het Latijn orthodoxies, het zij rechtgelovige geestelijken of leken, die werken aan de verspreiding van het ene heilige katholieke en apostolische geloof. Vaak krijgen wij als priesters de vraag hoezo wij bidden voor de orthodoxen tijdens de heilige mis. Ik hoop dat het nu duidelijk is dat het niet gaat over orthodoxen in oosterse betekenis, nog in alle gelovigen algemeen, maar enkel maar over de werkelijk gelovige katholieken en meer bepaald zelfs over de actieve parochianen. Komen wij nu tot het tweede gebed. Het tweede gebed is het memento van de levenden. Gedenk, o Heer, en ontferm u, zegen en begenadig. In dit gebed van het memento gedenken wij de personen waarmee wij in bloedverwantschap, maar ook in aardse vriendschap, verbonden zijn. De letters en duiden in oude tijden de plaats aan waar de diaken, de zogenaamde diptychen, van op de preekstoel luid voorlas. Deze diptychen waren houten boekjes waarin de namen van de te gedenken mensen gegrift waren. Personen, parochianen, die zich op bijzondere wijze of door bijzondere daden en giften voor de kerk verdienstelijk hadden gemaakt. Reeds in de vierde eeuw echter klaagde de heilige Hieronymus erover dat sommige mensen graag uit hoogmoed tijdens de liturgie vermeld werden. En daarom begon de kerk de namen van de weldoeners in stilte te lezen, totdat het eindelijk overging in gewoon een stil herdenken. De woorden pro quibus tibi offerimus duidt op diegene die een misstipendium aan de priester heeft gegeven. Zij worden op bijzondere wijze in de heilige mis herdacht, evenals hun intentie. Verder denkt de priester ook aan alle aangelegenheden, alle beden en alle kommer en nood van al zijn parochianen. De heilige Hieronymus vertelt over hoe de gelovigen van zijn tijd wedijverden dat de priester hen bij het heilig misoffer zou gedenken. De priester richt ons gebed aan de Eterno Deo Vivo et Vero. Wij offeren aan de eeuwige God, de Eterno Deo, omdat Hij ons laat deelhebben aan het eeuwig geluk, het blijvend geluk. Wij richten ons eveneens aan de levende God, die ons tot een nieuw, bovennatuurlijk leven uitverkoren heeft. En we richten onze smeekbeden ook tot de ware God, die alleen de waarheid en het ware geluk kan schenken. Dat wat de valse goden ons aanbieden, is tijdelijk, doods en bedriegelijk. Christus is de Eterno Deo Vivo et Vero, de eeuwige, de levende en de ware God. Het derde gebed van de kanon is het Communicantes. Het Communicantes werd in de vijfde eeuw ingevoerd in de kanon. Grammaticaal merkt u op dat dit gebed bij het vorige gebed behoort, waarin vooral sprake was over de strijdende kerk op aarde. In het Communicantes dat we nu bespreken,
verbinden wij ons met de triomferende kerk in de hemel. Wij zoeken op aarde tijdens de heilige mis een eenheid met de heiligen en putten vertrouwen in de verdiensten van de martelaren. In verbinding met hen zal onze smeekbede grotere kracht en grotere waarde bezitten. Deze heiligen in de hemel zijn immers onze broeders, maar ook vrienden van Christus tegelijk. En daarom zijn zij onze beste voorsprekers. Deze heiligen hebben de goddelijke meester in hun levenswijze nagevolgd en velen zijn hem zelfs met een bloedig offer nagegaan. Quasi natuurlijk wordt de glorierijke, altijd reine maagd, de moeder Gods Maria, op de eerste plaats genoemd in de kanon. Haar naam is onscheidbaar verbonden met het offer van Christus. Onze lieve vrouw heeft namelijk als moeder van smarten haar tronen, haar tranen met Christus bloed vermengd. Onze lieve vrouw wordt gevolgd door de grote heilige Jozef. Sint Jozef werd pas in het jaar 1962 door paus Johannes de 23e in de kanon toegevoegd. Sinds de 19e eeuw hadden ontelbare bisschoppen om deze toevoeging gevraagd. De vernoeming van de heilige Jozef is een officiële erkenning van zijn eeuwenoude verering, maar ook van het natuurlijk gevolg van de titel die paus Pius de 9e Sint Jozef verleende, namelijk schutsheer van de gehele katholieke kerk te zijn. Het past dus ten zeerste, mijn dierbaren, dat ook Sint Jozef in de kanon genoemd wordt. De lijst van de namen van de heiligen die op deze twee namen van Maria en Jozef volgt, is niet zomaar een kudde van heiligen, maar er is goed over nagedacht. Natuurlijk worden eerst de 12 apostelen genoemd. Zij worden gevolgd door 12 martelaren, namelijk 5 pausen, 1 bisschop, 1 diaken en ook 5 leken. Wist u dat? Al deze gelovigen werden in Rome of op Romeins grondgebied gemarteld en stonden in de 3e en 4e eeuw te Rome in grote, hoge verering. Deze lijst van heiligen in de kanon voor de consecratie werd reeds door paus Gregorius de 1e aangegeven en vastgelegd. Zij is dus al meer dan 1600 jaar oud. Eerst worden, zoals aangegeven, de apostelen genoemd. De grondzuilen van de kerk, Petrus en Paulus, komen op de eerste plek. Zij worden samen genoemd omdat zij naar de traditie ook samen stierven. Petrus werd gekruisigd, Paulus werd onthoofd. Om het twaalftal van de apostelen te bewaren en omdat liturgisch gezien Petrus en Paulus steeds samen dienen genoemd te worden, wordt de heilige Matthias verplaatst naar de tweede lijst van de heiligen die na de consecratie wordt aangebracht. Op de 12 apostelen worden de pausen Linus, Cletus en Clemens genoemd. Ze zijn de eerste 3 opvolgers van Sint Petrus op de stoel van Rome. Sint Clemens is trouwens de patroon van deze kerk in Gerwen. Vervolgens wordt ook de paus Xistus de 2e genoemd. Hij stierf als martelaar in het jaar 258. Als laatste paus krijgen we de naam paus Cornelius. Hij kenmerkte zich in mildheid tegenover berouwvolle, maar wel afgevallen christenen. Uiteindelijk werd hij door keizer Gallus verbannen en stierf op zijn verbanningsplek in ontbering. De heilige bisschop Cyprianus was bisschop van Carthago in Noord-Afrika.
Na zijn doopsel als volwassene reeds, schonk hij al zijn bezit weg aan de armen en hij legde zich volledig toe op studie en op gebed. Hij werd onder keizer Valerianus onthoofd en de christenen vingen bij zijn martelaarschap zijn bloed op en ze waagden het zelfs, midden in de vervolgingstijden, deze martelaar met een ware triomftocht te gaan begraven. De heilige Laurentius was diaken van de paus Xistus en verantwoordelijk voor de armenzorg in de stad Rome. Als de heidense prefect van de stad Rome de rijkdom van de kerk wilde zien, bracht Laurentius hem naar de bedelaars. Daarvoor werd Laurentius gedood door langzaam te sterven op een rooster. Hij werd levend gebraden. De heilige Chrysologus is de eerste leek op deze heiligenlijst. Hij was een leraar en stierf rond het jaar 304 ten tijde van keizer Diocletianus. De heiligen Johannes en Paulus waren broers en hadden een ereambt aan het hof van keizer Constantijn. De opvolger van Constantijn, keizer Julianus de Afvallige, wilde beide broers dwingen tot afgodenoffers. Zij weigerden dat. Omdat zij echter bekende Romeinen waren, durfde de keizer Julianus hen niet publiekelijk te doden. Ze werden aldus thuis 's nachts onthoofd en in hun huis begraven. De heiligen Cosmas en Damianus waren eveneens broers en beiden artsen. Zij verzorgden hun patiënten gratis. Terwijl ze bezig waren met het helen van een patiënt, zorgden zij ook voor de ziel van deze patiënt. Ze gaven hem een predikatie en een christelijk voorbeeld. Beiden werden in het jaar 303 in Achaia onthoofd. Ten slotte, mijn dierbaren, op deze drie gebeden, het De Igitur, het Memento van de Levenden en het Communicantes, volgt nog een slotgebed, namelijk het Per Dominum Nostrum Jesum Christum. Deze slotformule van Per Dominum Nostrum Jesum Christum wijst erop dat deze drie gebeden eigenlijk één geheel vormen, één gebed. We naderen namelijk het hoogtepunt van de heilige mis. De consecratie van brood en wijn tot het lichaam en het bloed des Heren. Maar dat, mijn dierbaren, dat bespreken wij in een volgende predikatie. Mogen de huidige overweging ons opnieuw meer helpen in het doordringen en het doordrongen zijn van het heilig misoffer. Mogen wij werkelijk als katholieken leven uit het heilig misoffer. Mogen dat onze sterkte zijn in onze dagelijkse strijd, maar ook het onderpand van onze eeuwige en toekomstige glorie. En wij vragen daartoe alle genade aan onze lieve vrouw. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Paus Pius X, bid voor ons. En aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Zo, mijn dierbaren, dank u wel voor het kijken. Gebruik misschien deze video's als een soort apostolaat. Wijs er uw vrienden en kennissen op, dat zij ook de heilige mis leren kennen, met het doel natuurlijk hen de heilige mis te leren beminnen en zo hun ziel te redden. Ik hoop u allen de volgende keer terug te zien en wens u nog een mooie avond toe, een goede voorbereiding op het Pinksterfeest en Gods rijkste zegen. Tot ziens.